Ja, waarom ik ben kunstenaar geworden? Ik denk dat ik ben niet geworden. Ik was al. Het is een beetje arrogant om zo te zeggen, maar ik voelde het nooit dat ik ben iets geworden. En ik denk dat iedereen is geboren met het talent en hangt af van de momenten en de kansen dat je krijgt in jouw leven om die talenten te ontwikkelen. Ik ben na een mislukte auditie in de Toneelacademie in Athene, ik ben ingeschreven in de Academie van Decoratieve Kunsten. En ik heb gevolgd de lessen voor theaterdecor, een kostuum en een kunstgeschiedenis. En toen, na 3 jaar, ik was klaar. Maar in die tijd, wij hadden de dictatuur in Griekenland. En ik was in het buitenland geweest, in verschillende steden. En na een grote odyssee, ik ben geland in Delft. En Delft, en de klimaat sowieso in Nederland in die tijd was echt zachte voor de buitenlanders. En toen ik was in de Psychopolis geweest in Den Haag, dat was de naam van de kunstacademie, de Vrije Academie in Den Haag. En daarna, na 2 jaar, ik ben in de kunstacademie in Rotterdam gegaan. En daar ik heb ik afgestudeerd onder Krijn Gissen. Dat was mijn leraar. En daarna ik ben kunstenaar geworden. En dat begint mijn kunstenaarschap vanaf 1976. Ik noem mezelf, ik voel me ook dat ik ben een conceptuele kunstenaar. Dus ik gebruik ontzettend veel uitlopende materialen. Ik ben afgestudeerd onder Krijn Gissen, maar in die tijd, in 1976, met een film, met een animatiefilm, gekrast op de celluloot zelf, zeefdrukken en textiel. Dus tegelijkertijd, ik gebruik al die verschillende materialen om te visualiseren een wiskundige definitie. Dus ja, elke keer het is anders. Mijn materiaal is altijd anders. En ik heb wel vaak gebruikt de draad als bindende materiaal. Want alles wat ik doe, de draad speelt een grote rol. In de latere tijd, ik heb wel sinds 2000, ik heb veel scherven, dus keramische scherven en keramiek gebruikt in mijn werk. Maar niet, nooit als een keramist, maar gewoon om te uitdrukken iets dat ik heb geschreven. Omdat woorden, ze spelen ook een ontzettend grote rol in mijn werk. Ik kan zeggen, eerst zijn de woorden. En naast de woorden, ik zet mijn verhaal op. Dus mijn materialen zijn verschillende. Wat ik heb wel gedaan en voor lange tijd, was video. Ik heb gewerkt met mijn partner, een man, Robert Notrot, bijna 10 jaar in de videokunst. We hadden begonnen in 76, 77. En ik noem wij behoren van de pioniers van de videokunst in Nederland. Samen met Marina Abramovic, Nan Hoover, Servaas, Lydia Schouden, Michal Shabdai. Ontzettend veel ook buitenlandse kunstenaars in die tijd, ze hebben gewerkt met video. Omdat het was toen was echt iets, een medium voor de kunstenaars. Dus ik heb gewerkt met video, maar ik heb dezelfde moment, ik heb gewerkt met textiel. Ik heb erg goed geluisterd naar mijn leraar, Krijn Gissen, wie aan die tijd
roepte, afval is materiaal. Dus in de jaren 80, ik begon te werken met gevonden voorwerpen. En elke jaar, elke dag eigenlijk, elke dag, ik zocht een kleine voorwerpje, zo'n snoeppapiertje of een elastiekje. En dan, ik naait op de doek en ik maakte mijn dagdoeken, dagboeken. Ik noem dat al. Voor 10 jaar, ik heb dat doorgezet. Dus afval was ook mijn materiaal. Ja, ik heb gekozen uit het museum de portret van de familie van der Dussen, gemaakt in 1640 door Hendrik Cornelis van Vliet. En ik kom in aanraking met deze familie met het volgende verhaal. In mijn werk ook heel vaak de toeval speelt een grote rol. In 2005, ik deelde een ruimte, een werkruimte, samen met mijn vriendin Jenneke Berends. En wij hadden op de vloer een grote kaart van Nederland. En toen mijn zuster uit Griekenland was op bezoek bij ons atelier, ze rolde een munt, een euro, op de vloer, op de kaart. En zegt ze, ja, dat is voor jullie goed geluk, voor de geluk. De munt ging precies op de dorp Dussen staan. En we besloten samen met mijn vriendin om naar de Dussen te gaan. We wisten helemaal niet wat, waar en hoe we moesten naartoe gaan. Nou, Dussen ligt in Noord-Brabant. Wij waren daar en wij zagen een kasteel. Wij gingen naar die kasteel. De kasteel was dicht, dachten wij. Achteraf, het was niet. Het was wel open. Er was een mevrouw. En wij vertelden het verhaal over de munt. Ze was zo enthousiast. En zij zei, oh, maar... En we vertellen haar, wij komen uit Delft. We zeiden, ja, over... Ik weet waarom jullie zijn hier. Omdat de kasteel was... ooit bezit van de familie van der Dussen. En dezelfde familie, zegt de mevrouw, waren al die burgemeesters in Delft. Dus de volgende dag, wij gingen naar een museum voor de grote schilderij. En wij zagen inderdaad de 5 kinderen van de Dussen en de vrouw en de man. En wij waren zo geëmotioneerd, ik weet niet waarom, maar raakte het ons. Zelfs de 2 kinderen van de meneer van der Dussen waren genoemd. Dezelfde namen ze hadden als de 2 kinderen van mijn vriendin. Wij waren echt zo blij. Zo, de volgende dag ik ging naar de porseleinfles en ik had gedacht, ik moet iets aan doen. En net als een kind eigenlijk, ik pakte zo'n grote schaal en begon een beetje te krassen en na te denken over de familie van de Dussen. En zo kwam de grote schaal in Delftse blauw met tekeningen en transfers. En ik heb weer ik gebruikte eigenlijk de schaal als schetspapier. En daar komen al die gedachten over de familie. Dat is de verhaal. En daarom ik heb die schaal gemaakt. Oh ja, zoveel boeken geschreven over dit thema. Ik denk dat is ontzettend belangrijk, altijd geweest, kan niet anders. Ook hoe individualistisch kan zijn de werk van een kunstenaar. Weerspiegelt de geest, de verlangen van de samenleving. Dus het is ontzettend belangrijk. We konden niet zonder kunst. En het is altijd zo geweest. Bijvoorbeeld,
ik noem iets uit Griekenland, maar in Epidaurus. Het is de tempel van de god Asclepios gebouwd. En Asclepios was de god van de gezondheid en de genezing. En naast die tempel is een andere grote ruimte voor de zieke mensen. En naast het ziekenhuis is een grote theater, de beroemde theater van Epidaurus. En waarom? Omdat die mensen dat ze gingen genezen in Epidaurus, ze konden ook reinigen hun ziel met het theater, de catharsis. Dat was zo belangrijk. Dus omdat natuurlijk theater is ook een kunst. En niet alleen de beeldende kunst. Maar. Dus kunst biedt ons troost. En ik kan zeggen, het is helende. Kunst is helende. Dus het is echt belangrijk voor de maatschappij. En zelf, ik heb in 2004, denk ik. Ik heb deelgenomen, ik was de artistieke leider van een project hier in Delft, met de steun van de gemeente, de Jurk van Delft, waar 150 vrouwen ze hebben gewerkt om te maken die enorme jurk. En ze hebben geborduurd hun wensen, hun verlangen, hun dromen. En het was een ontzettend leerzaam, en voor mij als een kunstenaar, maar wat ik hoorde ook van al die vrouwen. Dus speelt het ook een rol van troost. Kunst is troost. Ten eerste, je bent beïnvloed van jouw omgeving. En toen ik was in Griekenland, natuurlijk, ik was ontzettend beïnvloed van mijn omgeving. Ik ben geboren in een buitenwijk in Athene. Een wijk waar vroeger waren ontzettend veel textielbedrijven. Dus de straat is even wel vol met draad, garen, textiel. En daar, dat was mijn wereld. Toen ik was in die academie, ik was ontzettend veel beïnvloed en geïnspireerd door mijn lerares, de kunstgeschiedenislerares en dichteres, Eleni Vakalo. Een erg belangrijke inspiratiebron voor mij. Door haar gedichten, ik leer denken, ik kan zeggen. Toen ik was hier in Nederland, terug in Nederland. Niet terug in Nederland, toen ik was in Nederland en ik ging naar de academie in Rotterdam. Een grote invloed in mijn werken en inspiratie ook was mijn leraar Krijn Giesen. Die dat heeft gezegd, dat afval is materiaal. Maar hij leert mij ook kijken de natuur en de mensen. En hij leert mij de transformatie van de kunst. Hoe je kan van een object, van a object in B maken. Dat kijken met het derde oog, met jouw zintuigen, met jouw intuïtie creëer. Dat waren mijn grote inspiratiebronnen. En mijn lerares, mijn mevrouw Vakalo, vertelt altijd aan mij, in jouw kunst, je noemt een stoel een boot, dan laat maar varen. Dus besef goed. Als je doet iets, dan blijf niet zonder beweging, maar laat het varen, laat ziel geven. Wat je doet, je moet een ziel hebben. Dus dat is wat ik probeer altijd te doen. In de kleine dingetjes wat ik maak ook, kijken en zie, heb die object een ziel? Je voelt het. Als je het niet goed hebt, geen ziel. Dus